Zo. Ben niet helemaal tevreden over mijn verlichting. Maar we kijken het gewoon even aan. Wacht nog heel even. Ik zou het leuk vinden als je kijkt dat je eventjes een berichtje achterlaat. Vragen stellen kan altijd. Ik ga het filmpje na de live ga ik hem opslaan, zodat je ook terug kan kijken. Komt ook op mijn YouTube kanaal te staan. En vandaag ga ik werken met de Soft Seedlings stempel set. Even kijken. Ja. Ik ben niet helemaal hier bovenin. Er zit wat schaduw en daar. Maar ik krijg het niet weg. Ik heb het net geprobeerd. Maar ik krijg het nog niet voor elkaar. Vandaag gaan we niet standaard stempelen met inkt, maar ik ga vandaag mijn Stampin' Write markers gebruiken. Voor de fun. Een keer een andere techniek. En ik gebruik crushed curry papier. Dan moet ik even denken, is het de Cajun Craze of is het de Cherry Chopler. Ik weet het niet helemaal zeker. Maakt het niet zo heel veel uit. Ik denk de Cherry Chopler. In ieder geval een donkere rood. En ik gebruik wit. Maar het is geen spierwit. Het is de Very Vanilla. Dus net van het wit af. Daarnaast gebruik ik de blaadjeslabels. Met bijbehorende steentjes. De Soft Seedling stempel set. En een stukje touw, linnendraad. Dan zit ik even te denken. Ja, dat is allemaal compleet. Ja, mijn stempelblokken die heb ik hier staan. Ik leg eventjes een waterperceel klaar. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken, maar dan ligt hij er maar vast. Ik heb een sprayflesje, water. Ook nog geen idee of ik hem ga gebruiken. Mijn chamois om mijn stempel schoon te maken. Dat ligt buiten beeld, want ja, het ligt er. Nou ja, dan gebruik ik twee stempelblokken. Eentje voor de grotere stempels, één voor de kleinere stempels. En ik heb hier nog een stempelblok voor het inkleuren van mijn stempels. Want ik ga nou, zoals net verteld, vandaag niet met inkt aan de slag, maar met Stampin' Write markers. Dat zijn geen alcoholmarkers, maar markers van Stampin' Up op waterbasis. Even mijn armband afdoen, want die rammelt en die zit iedere keer net onder mijn pols. Ze zit net niet helemaal lekker. Dus dan ga ik beginnen met het basiskaartje. Nou ja, ik gebruik weer een achtergrondpapiertje wat ik vaker gebruikt heb. Hier staan toevallig ook de afmetingen voor dadelijk op. Dus ja, er zit hier en daar zit een aantekening op. Er zit een stempelafdrukje. Dat maakt allemaal verder niet uit, want je kan het gewoon hergebruiken. Het is wat anders als hij helemaal vol zit en dat hij afgeeft of dat hij plakt. Maar ik ga hem nou dus gebruiken gewoon als ondergrond. En we beginnen met het maken van een basiskaartje. Nou heb ik de echte basis van de basiskaart. Die had ik al, want het is een half A4'tje. Dat is 21 centimeter bij 14,85 centimeter. Dat is exact de helft van een A4'tje. En die gaan we even rillen over de lengte op 10,5 centimeter. Zodat we dadelijk een mooie basiskaart hebben. 10,5. Dan moet ik mijn mesje even naar de andere kant doen. Ziet verschoven, yes, 10,5. En dan rillen we hem even. Kijk, voilà. Dit wordt dadelijk de basis van je kaart. Dan gaan we van de bordeauxrood gaan we een strook afsnijden van 10 bij 14,35 centimeter.
En dan begin ik met hem afsnijden op 10. Deze kan aan de kant, het grote stuk. En 14,35. Dan zul je denken, een rare maat. Ja, dat klopt. 1, 2. Dus ja, dat is ongeveer tussen ja, de 14,3 en 14,4. Dat is een klein beetje te gok, want 14,35 kan je natuurlijk niet exact afsnijden. Ook een reststukje. En nou heb ik het dus al verkeerd gedaan. Kijk, want ik heb hem op 13,35 gedaan. Op zich geen ramp, maar zo zie je. Fouten maken overkomt iedereen. Nog een keer. Op 10. We hadden gelukkig nog een stukje. Nee, 14,35. Van de week ook met iets met rillen had ik ook een foutje gemaakt. Ja, dat kan gebeuren. Is helemaal niet erg. Zo, die leggen we ook even aan de kant. En dan van de witte, daar maken we een strookje van 9 centimeter bij 13,35. Die zet ik op 13,35. Nou doe ik het wel goed. Bij 9. Zo, dan hebben we in ieder geval alles gesneden wat gesneden moet worden. Ik kan het snijden een rilapparaat aan de kant. Kijk, en dan hebben we dadelijk... Kijk, deze heeft een iets grotere rand dadelijk. De wit ten opzichte van het rood. En de rood ten opzichte van het geel heeft een randje, een veel subtieler randje. Dus dan krijg je daar mooi drie lagen op je kaart. Maar we beginnen met stempelen. Pakken we het witte voor. Daarvoor pak ik mijn grote stempelblok. En ik pak de stempel uit de set. Ik ga voor het blad. En zo door een blad met de zaadjes. Die plak ik op mijn middelgrote stempelblok. En wat ga ik doen? Ik ga met een aantal kleuren, in dit geval de Kitchen Craze en de Crush Curry en een heel klein beetje Cherry Choppler, ga ik een vlak inkleuren op mijn grote acrylblok. Ik begin met een stuk Kitchen Craze. Komt niet zo heel nauw. Vervolgens de Cherry Choppler. En tot slot de Crushed Curry. Oh, andere kant. Vervolgens pak ik een heel klein beetje van mijn spray. Even mijn stempelblaadje aan de kant leggen. Ik zorg dat mijn blok goed nat is. Of goed nat, dat die nat is. En ik dep mijn stempel er een paar keer op. Techniek die ik met deze stempels nog nooit heb toegepast. Dus we gaan zien of dat die werkt. Maar we gaan het zien. Ik heb hem dus ingedept. En ik druk hem af op mijn papier. Beetje aandrukken. En we gaan het zien. Kijk. Dan zie je dat er water in zit. Dat is helemaal niet erg. Dus er zit een wat grotere vlek in. Dat vind ik iets minder mooi. Dus ik draai hem gewoon om. En dan weet ik dat ik er dus geen water bij moet sprayen. De ene inkt heeft het wel, deze inkt niet. Ik had dat met deze. Ik heb het wel met andere stiften al ooit gedaan, maar met deze stiften nog niet. Dus eventjes experimenteren. Maar ja, zo laat ik ook gewoon eventjes jullie zien hoe dat ik dingen uitvogel. Even mijn stempel schoonmaken. Want er zit nou natuurlijk water op. En ik ga gewoon even opnieuw mijn stempelblok inkleuren.
Ik heb hem even omgedraaid en dat kant ligt naar onder. Dus we hebben... Dan heb ik een net iets andere volgorde als net. De Cherry Chopper. Kitchen Craze. En de Crushed Curry. Zo. Dan gaan we kijken hoe dat hij het nou doet. Er zal nou minder vlekken in zitten. Drukken hem af. Kijk, dat is al een stuk mooier. Ik leg mijn stempel gewoon weer terug op mijn blok. En dat herhaal ik gewoon een aantal keer. Ik pak gewoon de inkt opnieuw van mijn blok af. Zo. Stempel schoonmaken. Want die hebben we niet meer nodig. En ook mijn andere acrylblok even schoonmaken. Net pakte ik een babydoekje. Doe het nou weer even in een chamois. Zo'n babydoekje, er zit toch... ze zeggen olievrij, maar... Of het helemaal klopt, dat weet ik ook niet. Olie en parfumvrij, maar... De parfumvrij, dat geloof ik ook niet, want vaak zit er toch wel iets van een geurtje aan. Nou, deze blok leg ik even aan de kant. Zo. Dus die hebben we nou gehad. Die leg ik even aan de kant. Deze die kan eraf. Nou zeg ik net dat we helemaal geen stempelinkt gaan gebruiken, maar die ga ik daar toch wel even gebruiken. Voor mijn tekst. Zo, stempel aan de kant. Want nou pakken wij de Leaf Labels en Amber Gem Combo Pack. Het is gewoon een pakketje wat je koopt. Er zitten labeltjes in. En amberkleurige strassteentjes. En dan pak ik een labeltje uit. En dan ga ik een quote op plakken. Dan zitten er in deze stempelset zitten 4 quotes. En dan ga ik voor de For You. Die wil ik namelijk erop stempelen. Deze. Moet even kijken waar die zat. De For You. Ik pak een kleinere stempelblok voor. Want het is niet zo'n hele grote. Stempel. Pak ik even gewoon de zwarte inkt voor. Maakt nou niet zo heel veel uit welke zwarte inkt ik pak. Want ja, het blijft bij dit enkele stempeltje wat erop komt. Hele mooie subtiele tekst. Dan kan ik hem recht leggen en recht erop stempelen. Maar ik kies ervoor om hem een beetje schuin erop te stempelen. Zo, ink kan ook wel opgeruimd worden. Stempel schoon. Stift hem even terug in mijn bakkie. Tussen de daken van mijn bureau afrollen. Ben ik wel iets vergeten, want ik wil dadelijk ook eventjes een kleine, lichte, frisse kleur erop aanbrengen. Door spetters te creëren. En daarvoor heb ik natuurlijk wel mijn water en mijn penseeltje nodig. Nou, labeltje is gestempeld. En dan zal ik heel eventjes eerst laten zien hoe ik die spetters maak. Ik pak in dit geval, ik vond dit een mooie kleur, Coastal Cabana. Niet gaan gooien. Mooie lichtblauwe subtiele kleur. Ik zet wat op mijn stempelblok. Ik spray hem nat.
pak dat op met mijn waterbrush. En ik ga dadelijk zo stempelen. Ja, dat zie je bijna niet omdat hier de achtergrond nou ook gekleurd is. Maar hij stempelt, of hij druppelt vrij subtiel. Dus ik ga het gewoon op mijn kaartje doen. Kijk, hier zie je het beter op als op mijn werkblad, zeg maar. Hoppakee. Dop erop. Stempelblok schoonmaken. Zo, dat hebben we. Pak ik mijn labeltje weer. Mijn touw. Zakje openmaken. Hij zit nog in het zakje, omdat ik dan weet welk touw het is. Want ik heb best wel veel soorten touw en lint. En op de lint, die zitten op klosjes. Even er eentje bij pakken. Kijk, en er staat gewoon op het klosje Double Stitch Ribbon. Welke het is? Balmy Blue. Hier ook. Woven Ribbon. Natural. Nou, op die klosjes, nou, zoals je ziet, er zit geen labeltje of niks op. Dus die bewaar ik altijd als ze in een zakje komen, in zo'n compleet zakje. Want net als de inkkollers. Moet ik even kijken. Kijk, die zitten hier. Inkkoller 2022-2024. Hebben ze alle vijf in een dingetje. Er zit ook geen labeltje aan. Nou, ken ik toevallig alle kleuren. Maar ja, anders heb je ooit lint of touw dat lijkt op elkaar. En dan heb je geen idee hoe ze ook alweer heten. Moeilijk uit elkaar te houden dan. Nou, dan pak ik een stukje touw wat zeker om het kaartje heen kan. Ik wil daar een liggend kaartje maken. Dus ik kijk even. Doe ik hem er één keer omheen. Ik doe hem er twee keer omheen. Hop. Nog genoeg ruimte om te knopen. En dan knippen we hem af. Hoppakee. Deze weer in het zakje terug. Weten we voor de volgende keer ook hoe die heet. Nou, wat doe ik? Ik ga heel even mijn linten weer afhalen. Ik rijg als eerste mijn labeltje eraan. Nou, zoals je ziet, deze is niet helemaal netjes afgeknipt. Dus ik knip hem heel even het puntje mooi recht. Ik haal hem door mijn labeltje heen. Ongeveer naar het midden. Ik draai hem om een kaartje. Dan haal ik één van de twee weer door het labeltje heen. Die haal ik heel even de andere kant op er doorheen. Dan blijft namelijk mijn labeltje mooi plat liggen dadelijk. Zoep. Hoppakee, kijk, voilà. En dan leg ik in eerste instantie gewoon een knoopje. Eén. Zorg dat mijn kaartje een beetje plat blijft liggen. En twee. Kijk, voilà. Dan kan ik hier een beetje spelen met mijn lint door hem wat op te schuiven. Nou, wil ik dit wel een beetje aan de bovenkant houden. Want anders dan valt mijn labeltje de daak af. Af, die valt er niet af, maar die valt dan buiten het witte. En dat vind ik gewoon zonde. En omdat hier nou een knoopje in zit, kon die ook niet meer los raken. En leg ik er vervolgens een strikje in. Voilà. En als je dan nog niet helemaal op de plek naar je zin ligt, dan moet je het geheel even een beetje verschuiven. Even aan de achterkant helpen. Zo. Hoppakee.
Nou wacht ik nog heel even met het plakken van mijn steentjes, want ik ga eerst mijn kaartje in elkaar plakken. Deze eventjes aan de kant. En dan begin ik met het vouwen van mijn kaartje. Ik heb net een vouwlijn gemaakt en ik weet niet of het op de camera goed te zien is. Moet ik heel even wachten, want er zit een kleine vertraging in mijn beeld. Maar er zit een vouwlijn in en hij heeft aan deze kant heeft hij een klein buikje. En we vouwen naar het buikje toe. Andersom kan ook, dit is een vrij stevig papier, maar je krijgt de mooiste vouw als je naar het buikje toe vouwt. Pak mijn vouwbeen erbij, schaar even de kant. En ik strijk de vouw goed aan dat die mooi strak is. En zoals je ziet blijft mijn kaartje nou mooi dubbel liggen. Nou, pak mijn gekleurde kaartkarton. Mijn tombolijn, dit is wel zo'n fijne lijn, een heel klein beetje maar nodig. Randje rondom. Zoep, zoep, zoep. Een beetje in het midden, dat je overal goed pakt. En dan lijnen we hem netjes uit op ons achtergrondje. Voilà, zo, die zit erop. Hetzelfde doen we met de andere. Leg op zijn kop, kijk, hier heb je mijn mislukte stempel van in het begin dat hij te nat was. Je kan gerust over het touw heen, dat maakt allemaal niet uit. En dan moet je dadelijk voorzichtig moet je hem erop plaatsen, want je hebt natuurlijk de touw, dus op die plek is je kaartje wat dikker. Wat dikker. Zo, netjes rechterop. Voilà. Kijk, hier zie je nou heel fijn die blauwe spettertjes. Van die Coastal Cabana die ik net dus met mijn waterpenseel erop getikt heb. Nou, en dan pak ik mijn plakpareltjes. Ik weet zo even niet waar mijn tikje pick tool is, want dan kun je ze er makkelijker afhalen. En die plak ik hier en daar. Een paar op mijn kaart. Er zijn twee formaten. En zo heb ik een mooi kaartje met een prachtige set gemaakt. En wat ik nou kan doen. Kunnen ze veel doen als ze willen. Want ik weet niet hoe laat het is. Het is. We zijn pas net bezig, nog een half uur. Ga ik heel even kijken in de najaarscatalogus, want daar komt hij uit. Pagina 49, daar staat hij. Kijk. Oh, er zijn alleen de blaadjes. Ha. Kijk, die komen dus uit de bundel Rustic Harvest. Maar kijk, hier zie je ook nog een aantal voorbeeldjes ervan. Dus heb je gewoon een simpele achtergrond waar je in dezelfde kleur als de achtergrond op stempelt en met een stukje wit. Niet rechterop, maar bewust schuin krijg je ook hele leuke resultaten. Kunnen we ook eventjes gaan maken, want daar hebben we de tijd gewoon nog voor. Ga ik er heel eventjes het kaartkarton voorbij pakken. Deze laat ik eventjes hier liggen. Dan ga ik voor de Parakeet Party groen. Een stukje Basic White. Kijk, zoals je ziet. Oh nee, dit is Shimmer White. Die moet ik niet hebben. Die wil ik niet. Heb ik hier nog een stukje Basic White liggen? Tuurlijk heb ik dat. Pak er gewoon een vel voor. Basic White. Ja, daar doen we het mee.
daar neer. Pak de snijapparaat er weer even bij. Dan gaan we deze, want deze is ook al een half A4'tje. Die ga ik ook even delen op 10,5 centimeter. Even een stempelblok aan de kant, want het is daarvoor wel belangrijk. Oh, ik schuif heel de boel. Het is daarvoor belangrijk dat je snijapparaat volledig vlak op je tafel ligt. Als hij niet helemaal vlak erop staat, met een pootje er langs af, dan rilt hij hem niet lekker. 'Achtergrondkaartje. Nou, hier snij ik een stuk af van 10 centimeter. Nee, laat ik er 9,5 centimeter van maken. Oké. 9,5 centimeter. En die maak ik 9,5 in het rond. Of in het rond. In het vierkant. Want het is natuurlijk een vierkantje met alle zijden 9,5 centimeter. Zo. En nou, ja. De andere die bewaar ik even. Kijk even wat daar het mooiste uitkomt. Zo. Deze ga ik vastvouwen. Kijk, nou blijft hij openstaan. Ga ik er met mijn vouwbeen overheen. Blijft hij mooi dicht liggen. Pak ik mijn Parakeet Party inkt erbij. Ik moet heel eventjes diep in de kast duiken. Maar hier hebben we hem. En dan ga ik het zaadje van de esdoorn ga ik stempelen. Stempel op een stempelblok. En die stempel ik dus op de achtergrond, op het basiskaartje, in dezelfde kleur als het basiskaartje. Hoppakee, ininkten. En die doe ik gewoon her en der. Ja, waarom in het midden? Geen idee, maar ook over de rand heen. Hem heel even schoonmaken. Zo. Die gaat weer dicht. Mijn basic white. Kijk. Die kan mooi hier. Deze kan ook, maar die is net te groot, vind ik. Dus pakken we mijn basic white. Deze leggen we even aan de kant. En dan ga ik eens even kijken welke kleur ik ga gebruiken. Dan ga ik voor de Real Red. De Crushed Curry. Zullen maar geen blauwe blaadjes doen, hè? Kan wel. Kan ze gek maken als je wil, natuurlijk. Ik leg de crumb cake er even bij. Ik weet niet of ik hem gebruik, hoor. Pak ik de blaadjesstempel weer. Stempelblok. Ik begin met de crushed curry.
stempel even schoonmaken. Crushed curry weer dicht. En de Real Red. Ga ik voor de Real Red. Ik vind de Real Red vind ik wel echt rood-rood. Ik ga het toch even anders doen. Ik pak de Cherry Chopper erbij. Ik ga mijn stempel inkleuren. Want in Cherry Chopper heb ik de inkt nog niet. Die is besteld. Geloof ik. Ja, volgens mij wel, maar die is nog niet binnen. Maar dus met die stempel Write Marks kun je ook heel leuk je stempels gewoon inkleuren. En zo kun je, dit is ook een manier waarop je je stempel meerdere kleuren kan geven. Door gewoon delen in te kleuren in een bepaalde kleur. Ik kleur hem nou wel helemaal. Ik weet al dat hij er niet helemaal op gaat passen. Maar ik kleur hem wel, omdat ik dus nog niet helemaal weet hoe ik hem daar wil gaan positioneren. En hij, als ik hem nou afdruk, dan zal hij het bijna niet doen, want delen die zijn droog geworden al. Even de stift wegleggen. Maar als ik een keer eroverheen hijg, dan zal hij weer heel mooi die stempelafdruk maken. Een hele mooie donkere kleur. Stempel weer even schoonmaken. En voor dit kaartje laat ik het bij deze stempels van het blad. Ik had hier nog een stukje kunnen doen, maar dat doe ik niet, want ik wil die ruimte gebruiken voor mijn quote die ik wil gaan stempelen. Even een stempel terug in mijn doosje doen. Ik heb trouwens, want dit zijn klingstems, geen clearstems. Klingstems, dat zijn dus rubberstempels met een foamlaagje ertussen. En ik heb daar de omlijsting voor bewaard, want dan kan ik ze gewoon netjes in doos doen. Plus dan heb ik vaak in één oogopslag, heb ik in beeld of dat ik al mijn stempels nog heb. Nou, je kunt zien, die ontbreekt nog. Die heb ik net gebruikt voor de achtergrond. Die zit nog op mijn blok. Die ga ik er nou ook afhalen. Want ik wil een quote hebben en die quote die past mooi op het kleine blokje. Er zitten een aantal quotes bij. Thinking of you, hello, so grateful for you. Nou ja, de for you hebben we net gebruikt. The thinking of you, dat wordt krap of dat die gaat passen. Dus ik ga voor de so grateful. En die past ook mooi op dit blokje. Oké, stempeltje. En deze ga ik nou niet in het zwart stempelen, maar die ga ik ook een kleur geven. Daarvoor gebruik ik de kleur Cajun Crisps. En kleur ik ook gewoon mijn stempel weer in zoals ik dat net gedaan heb met het blad. Zo. En dan activeer ik de inkt weer door er een beetje overheen te blazen, hijgen. Net als dat je op een raam doet wel eens. Vast gedaan, net als kind zijnde. So grateful. En voilà, die staat er ook op. Stempel weer even schoonmaken. Deze die zit wat scheef, maar dat komt ook omdat ik dus mijn achtergrondje niet er kaarsrecht op wil. Kijk, als ik die nou schuin heb, dan staat mijn tekst staat recht. En dat was ook mijn bedoeling daarin. Stempeltje eraf halen. En opbergen. Doosje dicht. Nou, dan pakken we de lijm.
so grateful. Voilà, die zit er ook op. Dan pak ik mijn bakje erbij met allerlei linkjes, embellishments, noem het maar op. Eens even kijken welke zal ik er eens bij gebruiken. Het worden de champagne kleurige. Die had ik hier net ergens. Hier. Kijk. Champagne Rhinestone Basic Jewels. Bakje terug in de la. Cadeautjes zit erop. Die heb ik van mijn teamleider gekregen. Want als je instapt, dan heb je een teamleider. En stel je stapt bij mij in, dan ben ik jouw in het team, dan ben ik jouw teamleider. En dan is mijn teamleider is jouw achtervang, zeg maar. Mocht ik eruit vallen of ermee stoppen, dan kom je bij haar onder de hoede terecht. Selina, hele leuke, lieve vrouw. Ja, die had ik dus cadeau gekregen voor een doel wat ik behaald had. En die ga ik nou op dit kaartje toepassen. Kijk, ze glimmen als een gek. Vind ik hartstikke mooi. En ik plak mijn... mijn rhinestones, ik noem het rhinestones. Die plak ik altijd een beetje in een driehoekige vorm weer. Een losse kan ook, net als ik op dit kaartje gedaan heb. Dat kan prima. Maar ik probeer wel een beetje in een driehoek vorm te werken. Geen idee waarom. Vind ik gewoon het mooiste. En hoeft geen perfecte driehoek te zijn. En dan krijg je zo'n resultaat. Even deze terug in het zakje doen. Oké. Stempelblok aan de kant. En zo hebben we 2 kaartjes gemaakt. In een kleine 3 kwartier. 2 mooie herfstige kaartjes. Eentje echt helemaal volledig in herfstkleur. En één met nog wat groen erbij. Pakketje met deze basiskleuren heb ik nog. Je kunt ook andere kleuren papier inkt gebruiken natuurlijk. Je kunt stempels bestellen. Kijk even op mijn website lettersbynique.nl. Daar kun je de workshop pakketten terugvinden van deze workshop, maar ook van de voorgaande workshops. En dan zal ik binnenkort zal daar ook het workshop pakket voor de workshop van november opkomen. En voor de workshop van november, dat weet ik al, daar ga ik gebruik maken van een hele mooie set. Heb ik die hier zo bij de hand? Ja. Die komt namelijk in november pas beschikbaar. En dan ga ik gebruik maken van de Framed Festive Quotes, de Framed Florets Stempels en de bijbehorende stanzen. Ik maak altijd een kopietje dat ik ze er niet helemaal uit hoef te halen. Maar dat ik gewoon zo kan zien wat erin zit. Dus dit zijn de stempelsets en de stanzenset waar ik volgende maand mijn workshop mee ga doen. Dus spannend. Dus dat gaan we volgende maand doen. Die komen binnenkort online. Je kan je workshop pakketten gewoon via mijn website bestellen. Maar je kan ze ook even via de mail bestellen als jij dat liever doet. Nou ja, dat was hij weer. Dankjewel voor het kijken. Ik ga hem dadelijk opslaan, dan kun je hem ook terugkijken. Workshop pakketten zijn voorlopig nog gewoon te bestellen zolang ze op mijn website staan. Mochten er vragen zijn of wat dan ook, dan aarzel niet. Stel ze gerust hier onder deze video of via de mail of DM.
filmpje plaats ik dadelijk ook, of dadelijk van de week ook op YouTube. Dan is hij daar ook terug te kijken op mijn kanaal. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.